Dag Simon en misschien enkele andere mensen die erbij zijn. Uh, voor dit hoofdstuk, dat dus Simon moet kennen. Ja Sorry Simon, ik heb een beetje vertraging, maar ik weet dat je morgen maandag ook nog vrij hebt. Dus je kan dat even bekijken. Dat is dus een hoofdstuk dat gaat over één soort functievoorschrift. En dat ziet er dus zo uit: hm. uh, je moet weten in dat functievoorschrift, ja, die C, dat stelt een getal voor. Hè. Dat is dus. 1 gedeeld door x, of 3 gedeeld door x, of 5 gedeeld door 6x. Enfin, dus die c stelt een getal voor. Je hebt mij gezegd uh, dat je daar maar één les over gehad hebt, dus ik denk dat je daar nog niet echt zo'n idee van hebt wat dat juist voorstelt. Dat is belangrijk, dus ik ga dat even uitleggen. Dus dat, die functie stelt eigenlijk het begrip voor omgekeerd evenredig. En wat betekent omgekeerd evenredig? Ja, dat is het... Dus het omgekeerde van recht evenredig. En ik ga eerst even um, dus het uh, ja, recht evenredig zeggen wat dat is, maar misschien ken je dat al wel. Dus dat is iets dat recht evenredig is, is bijvoorbeeld, oké, okay, hoe meer je eet, hoe dikker je wordt. Hè? Ik eet 1 kilo van iets, dus ik ben 1 kilo zwaarder. Ik eet 2 kilo van iets, ik ben 2 kilo zwaarder. En dat, dat is dus een recht evenredig verband. Tussen wat je eet en je kilo's. Nu, dat is natuurlijk een beetje complexer. Maar gewoon om jou te zeggen, dat is recht evenredig. En stel dat we nu hè, bijvoorbeeld op de x-as zouden zetten uh, wat je eet en op de y-as je gewicht, dan zou je zien, als ik dus één, hier één kilo eet, ja, dan ben ik één kilo zwaarder. Dus dan hebben we dat bolletje hier. Stel dat ik nu twee kilo eet, dan ben ik twee kilo zwaarder. Okay, dan zitten we aan dit bolletje. En als je dat dus tekent, dan ga je zien hè, dat is de, de, de functie die overeenkomt sorry, met rechtevenredig, dat is dus een, een rechte die door de oorsprong gaat. Hè. Zie je dat? Dus al die punten liggen even ver van de x-as als van de y-as. We noemen dat die. Dus dat is een rechtevenredig verband. Nu, wat is omgekeerd evenredig? Ja, dat wil zeggen, hoe groter het ene is, hoe kleiner het andere is. Hoe meer geld ik uitgeef, hoe minder dat er in mijn portemonnee zit. Dus het geld uitgeven wordt groter en groter en de hoeveelheid in mijn portemonnee wordt kleiner en kleiner. Dus dat is eigenlijk voor elke x die je gaat nemen, gaat die y kleiner worden. Oké, okay, en hoe gaat die eruit zien als functie? Die gaat er zo uitzien. En je noemt dat ook een hyperbooltak. Want die volledige hyperbool, dus dat, dat zijn altijd twee gelijke stukken. Eén dat aan die kant krult en een ander dat dan aan deze kant krult. Hè. Uh, en dan ofwel hebben ze, heb je ze daar en daar, maar dat gaan, we dadelijk, dat gaan we wel later zien. Maar dus nu spreken we alleen over deze functie, dat is omgekeerd evenredig. En je moet goed de naam kennen, Simon. Dit hier is één hyperbooltak, want die hyperbool gaat twee takken hebben. Okay, vergeet dat woord niet. Oké, okay, dus als ik daar nu nog even waarde wil opplakken. Dus als in, hier in, bij recht evenredig x gelijk is aan 1, ja, dan is y ook gelijk aan 1 of in elk geval een proportioneel getal. Als x gelijk is aan 2, dan is y gelijk aan 2. Als x gelijk is aan 3, is y gelijk aan 3 enzovoort. Wat gaan we nu zien als we dus deze functie, C um, gedeeld door x. Ja, gaan, gaan opschrijven, dan ga je dus zien. Als x bijvoorbeeld 1 is, ja, dan gaat misschien y ook wel gelijk zijn aan 1. Maar als x gelijk is aan 2, dan gaat y gelijk zijn aan 1 tweede. En als, je gaat dat zien als je dat daarin wilt. Stel nu bijvoorbeeld, ik zeg: um, stel dat ik mijn x hier vervang door 2, ja, dan bekom ik hier 1 tweede. Akkoord? Stel dat x gelijk is aan 3. Ja, dan wordt mijn ei een derde. Dat is gewoon om jou even ja, te doen nadenken over het feit wat is omgekeerd evenredig. Dat wil zeggen, ze gaan op dezelfde manier vooruit, maar de ene groter en de andere kleiner. Ik hoop dat dat duidelijk is, Simon. Ik ga nu even mijn bordje afwegen. Ik geef dan ook enkele voorbeeldjes. Uh, Ziezo, Simon, ik ga nu gewoon een voorbeeldje geven, iets praktisch, zodat je echt weet waarover dat gaat. Stel nu dat je zegt, um, we gaan een sportkamp organiseren en we moeten voor dat sportkamp twee voetbalgolen huren. Hè? Twee voetbalgolen. En om die te, te huren, die twee voetbalgolen, ga je 800 euro moeten betalen. Dat gaat de prijs zijn van de huur van die voetbalgolen. Oké. Okay. En dan ja, gaat er dus afhangen hoeveel mensen, hoeveel jongeren, gaan deelnemen aan dat sportkamp. Dus we hebben de, aan de ene kant hebben we dus ja, de prijs die betaald moet worden en aan de andere kant hebben we dus um, het aantal mensen dat deelneemt. En ga, ze gaan nu vragen, wat is het verband tussen, ik dat even hier, tussen het aantal leerlingen of het aantal jongeren dat meedoet en de prijs. Maar als de prijs voor die gola 800 euro is, dan... Begrijp je toch dat hoe meer leerlingen deelnemen aan de kamp, dus hoe meer er gaan meebetalen, hoe lager de prijs gaat zijn? En zie je dus dat dat een omgekeerd evenredig verband is? Hoe meer leerlingen er zich inschrijven, hoe minder ze gaan betalen. Want die 800 euro ja, die moet betaald worden door de hele groep. Okay? En dus stel nu dat de leraar vraagt: maak een functievoorschrift. Um, zodat de prijs, de prijs, we noemen die p, de prijs p, dat die wordt uitgedrukt in functie van het aantal leerlingen a. Het ola, aantal leerlingen, dat noemen we dan a. Okay? Dus je moet de prijs uitdrukken, uitdrukken in functie van het aantal leerlingen. Dat wil zeggen, in jouw, in jouw formule moet er een p zitten en een a. De prijs per leerling gaat gelijk zijn aan die 800 gedeeld door A. Het aantal leerlingen. Okay? Dus je zou ook kunnen zeggen, als je dat nu echt schrijft als een functie, zou je ook kunnen zeggen I is gelijk aan 800 gedeeld door x. En zie je, en zo hebben we dus het, een, een voorbeeld van die functie. C gedeeld door x. Hè, en van een omgekeerd evenredige verhouding. Of verband. Ik hoop dat dat duidelijk is als je dat dan moet tekenen, hè, maar dat is hier dus maar een voorbeeldje, hè, Simon. Stel dat je dat moet tekenen, hè, voilà, dan ga je hier ga je dus het aantal leerlingen hebben. Je ja, ga dat gewoon A noemen. Ik had dat A genoemd. Het aantal leerlingen A. Of x op de x-as. En dan hier P, de prijs per leerling. En je gaat dus zien dat dat is. Dus dat die functie, dat dat één hyperbolta gaat zijn. Stel dat je nu, kijk, stel dat je nu één leerling hebt. Ja, dan gaat hij, we gaan kijken, voilà, dan gaat hij ja, de maximumprijs betalen. 800, dat moet hier ergens liggen. Zie je? Stel nu dat je twee, drie, vier, vijf leerlingen hebt. Hier zitten we aan vijf. Ja, dan zie je dat je al veel minder moet betalen. Oké, okay? dus ik hoop toch dat je het idee een beetje hebt begrepen, Simon. Uh, en dan ga ik verder met uitleggen. Ziezo Simon, ik heb hier nog een uh, voorbeeld of een oefeningetje uit je boek. Dus het product van twee reële getallen is 24. Dus je vermenigvuldigt ze en het is 24. Welke waarden kunnen deze twee getallen aannemen? Oké, okay, dus ik zeg oh, één getal is x en het andere getal is y. Wat je nu echt wel altijd moet doen, Simon, wat het echt vergemakkelijk dat is dus zo een soort waardetabelletje opstellen. En dat is niet hetzelfde als je doet met je functies, maar dus je gaat verschillende x-waarden nemen. En dan ga je daar een y-waarde aan toekennen. Okay? Dus stel nu dat mijn x is gelijk aan uh, min 2. Als x gelijk is aan min 2, hoeveel moet dan y zijn? om dan vermenigvuldigd 24 te geven. Ja, dat zie je zo al. Dat is dan min 12. Als je doet min 2 maal min 12, dan krijg je die 24. Stel nu dat mijn x min 1 is. Ja, dan is mijn eigen getal min 24. Oké? Okay. Stel nu dat mijn x-getal 0 is. Ja, dan heb ik geen y-waarde. Zie je dat? Want... Wat kan ik nu doen, maal 0, om 24 te krijgen? Dus dat bestaat gewoon niet, dat kan niet. Dus hier bestaat die niet, en dan moet je echt, als dat niet bestaat, moet je zo een rechte lijn trekken. Je gaat later zien, waarschijnlijk volgend jaar, dus de plaats waar dus een functie niet komt, dus die, ik zal maar zeggen, die i-as, dus waar x0 is, je noemt dat ook een asymptoot, maar dat heb je voorlopig nog niet gezien. Dat is dus ja, die lijn waar die functie geen enkele waarde heeft. Maar je moet dan niet zetten 0, je moet dan gewoon echt zo'n verticale streep zetten. Niet vergeten, Simon. Oké, stel nu x is 1, wat is dan y? Ja, 24. Want 1 maal 24 is 24. Stel dan nu mijn x2 is, wat is dan i? 12. Want 2 maal 12 is ook 24. En zo kan je dus 3, 3 maal 8 is 24. Zo kan je zo'n hele tabel opstellen voor dus. Als je dan x hebt, wat is dan y? En wat zie je nu als verband, Simon? Wel, je ziet dus hoe kleiner mijn x, ja, hoe groter de y dan is. Zie je dat? Um, als die x 1 is, dan is dat 24. Als die groter wordt, ja, dan wordt die kleiner. Zie je? En dat is dus dat fameuze um, ja, um, omgekeerd evenredig verband. Oké, okay, stel dat er nu gevraagd wordt om een functievoorschrift op te stellen. Een functievoorschrift, en dat is meestal dus dat begint i is gelijk aan. Maar wij weten al, we wisten dat x maal i is gelijk aan 24, want zo zijn we vertrokken. Waarin is, is dat i dan gelijk? Dus i is dan gelijk aan 24 gedeeld door x. En zie je, ik heb nu zo'n functie, hè. Die, die, zoals ik in het begin had gezegd, de vorm heeft van c gedeeld door x. Oké? Okay? En als je dus die functie gaat tekenen, ik ga die nu even tekenen, ja, die gaat dan wel twee hyperbooltakken hebben. Die gaat er dus zo uitzien. Eén daar en één daar. Voilà. Het zijn twee hyperbooltakken. Oké? Okay? Uh, ik denk dat ik nu moet ik nog even een aantal gevallen moet bespreken. Ik weet niet of je dat jij moet weten, maar ik denk wel dat dat in de toets komt. Dus ik ga dat onmiddellijk doen. Ik veeg eerst mijn bordje af. Ziezo, Simon. Dus we hebben hier een eerste geval. Dus 1 gedeeld door x. En niet, een, niet gelijk welke c, maar dus 1. En we gaan dat even bespreken. En wat betekent dat als je nu iets gaat bespreken? Uh, ik ga straks nog wel even het lijstje opschrijven. Dat wil dus zeggen, je moet het domein geven, het bereik, de nulwaarde, tekentabel, uh, is het een symmetrische functie of niet? Uh, enzovoort, enzovoort. Oké? Okay? Uh, Stijgend, dalend. Oké, okay. en dus het eerste, um, ja, wat je dus wel moet weten, dat is dus um, de nulwaarde f van 0. Hè, zo, f van 0 bestaat niet. Bestaat niet, waarom als ik daar, ik mag trouwens nooit delen door 0, hè? Uh, dus als ik daar een 0 heb, dan heb ik geen uitkomst. Ik had dat net gezegd. Oké. Okay. Maar um, wat, wat is dan het eerste wat je gaat doen? Je gaat dus. Wacht hoor, ik ga het eerst even tekenen, dat is altijd gemakkelijker. Zo. Um, dus je hebt dit. En je hebt dit. Oké? Okay? Dus wat is nu het domein van f? Dom f. Wat is dat nu? Ja, we zien dat alle x-waarden bestaan behalve hier. Huh? Behalve hier. Dus daar, wat je dus later een asymptoot gaat noemen, is dit en dit. Je hebt twee asymptoten, want in die lijn, die lijn komt daar wel altijd korter en korter bij, daar ook, maar komt daar nooit tegen. Dus deze waarden, x is 0 en y is 0, die bestaan niet. Dat wil dus zeggen, het domein van f is dus alle r, maar niet 0. R min 0, um, je, en r zonder 0, sorry... Of ik denk dat je dat ook soms zo moet schrijven. R, behalve 0. Ik weet niet welke notatie jij moet kennen, maar dat is allebei correct. Wat is dan het bereik? Oula. Het bereik, dat is dus hè, horizontaal. Het bereik van F, ja, dat is ook hetzelfde. Hè? Het is alleen dus de nulwaarde die niet bestaat. Voilà. is gelijk aan. Je mag dat ook zo schrijven als je wilt. Oké. Okay? Wat is de nulwaarde? En weet je nog wat dat is, een nulwaarde? Dat is dus waar, jou, um, waar je functie uh, de x-as snijdt. Ja, nergens. Dus we schrijven geen. is dus geen nulwaarde. Oké? Okay? Dan de tekentabel. We moeten dus een tekentabel... Dat moet je ook altijd maken als ze vragen bespreek. En dus hoe doen we dat? Je weet dat nog wel. Je hebt dus de x... En dan heb je het beeld van x. Oké. Okay. 0, um, als x gelijk is aan 0. Ja, we hebben dat gezegd. Dat bestaat dus niet. Hè? Verticaal streepje. Je noemt dat ook de pool. 0 is de pool. Die, dat woord mag je ook, moet je ook niet vergeten. Hè? Pool. Ik schrijf het hier even bij. Dus je had uh, hyperbooltak en pool. Twee woorden die je niet mag vergeten. Oké, okay, dus verticaal streepje om te zeggen bestaat niet. Oké, okay, als ik aan deze kant ben hè, van 0, dat wil zeggen daar, ja, dan is mijn functie negatief. Je ziet het hier onderaan, hè, negatief. En als ik aan die andere kant ben, ja, dan is mijn functie positief. Dus dat is mijn tekentabel. Oké, okay? uh, dan gaan we ook nog het verloop geven. Weet je nog wat het is, het tekenverloop? Dat is dus uh, of ze stijgt of daalt, je functie. Het verloop, het tekenverloop. Uh, je doet dat weer zo, hè? je tekent weer zo'n ding, zo'n tabel. Voilà. We zetten daar weer dus dat nulpunt in dat niet bestaat. En ja, we zien hier, die daalt. Van daalt, en van hier ook, die daalt. Hè? Ga naar beneden. Dus, daalt en daalt. Akkoord? Um, en dan uh, moet je waarschijnlijk, denk ik, ook de symmetrie bespreken. De symmetrie. Is dat een symmetrische functie? Ja, dat is een symmetrische functie rond de oorsprong. Zie je? Dat is alsof je die kan spiegelen. Hè? Zo overklappen. Oké, okay, wat moet je dan schrijven in verband met symmetrie? Um, symmetrisch rond de oorsprong. Symmetrisch rond de, oh, sorry, hè. Rond, ah, de oorsprong. Oké? Okay. Voilà, nu hebben we alles besproken, maar dus wat moet je nu ook wel onthouden als je moet bespreken? Geef je het domein, het bereik, nulwaarde, tekentabel, het verloop en symmetrie. Oké? Okay? En nu gaan we, gaan we dat doen, uh, denk ik. Um, nee, nu gaan we dat gewoon doen ja, voor een ander geval. Zie Simon, dat is ons tweede geval. Dat is dus, um, ja. De functies c gedeeld door x, dus die c is een getal. Dat getal kan zijn 1, 2, 3, maar dat kan ook zijn 1, 2, 5, 3 enzovoort. Maar een positief getal. Hè? Die c is groter dan 0 en je hebt het al geraden, dadelijk ons derde geval, dat gaat, gaat zijn als c kleiner is dan 0. Oké, okay? ik ga het eerst even tekenen, want dan moet je ook goed weten hoe je dat dan voorstelt. Zo. En als dus c groter is dan 0, ja, dan gaat mijn functie zo liggen. Zo en zo. En je zal zien, als c negatief is, dan gaat die hier aan de andere kant liggen. Daar en daar. Dat gaan we dadelijk zien. Nu, uh, wat is dan bijvoorbeeld zo'n functie? Dat kan dus zijn... Um, dit. Hè? Of dat kan zijn... Zie je, dan is dat 1 tweede dat daarvoor staat. Dat kan zijn. Oké, okay? dus dat, dat kan dat allemaal zijn. Nu, uh, je moet je dat ook een beetje kunnen voorstellen. Stel dat dit, deze hier, en dat is degene die we daarnet hebben gedaan, dat dat hier 1 gedeeld door x zou zijn. Dan, als je getal groter wordt, ja, dan gaan die meer naar hier liggen. Bijvoorbeeld, 5 gedeeld door x, ja, dat gaat niet hieronder liggen, dat gaat eerder hier liggen. Dat teken je nu wel echt niet goed, hè? Dat gaat eerder 5 gedeeld door x zijn. En wat gaat er dan liggen hieronder? Bijvoorbeeld uh, 1 tweede x. Snap je? Dus dat hier, ik zet een pijltje, dat gaat eerder... Ja, dat dat dan 1 tweede is. Zie je? Dus hier liggen al die dat een coefficiënt hebben kleiner dan 1. En daar uh, groter dan 1. Oké? Okay? Uh, dus nu, wat moet je doen? Ja, weer hetzelfde. Hè? Het domein van f... Ja, dat is dus weer r behalve 0. hè, ja, want dus die functie komt overal, behalve hier op die verticale lijn en die horizontale. Dus de x's en de y's, dat zijn de, ja, je zal dat later wel zien, dat je dat dan uh, asymptoten noemt. Oké, okay? um, dan heb je het bereik, ja, dat is dus uh, verticaal, BRF, dat is dus ook r behalve 0. Is er een nulwaarde? Gaat die functie ergens door de x-as? Nee, geen. Tekentabel. Dus we hebben een x en dan f van x. Ja, dus weer, als x gelijk is aan 0, is er geen oplossing. Ervoor, even kijken, als ik ervoor zit aan deze kant, kleiner dan 0, ja, dan is het negatief. Zit ik naar daar, is het positief en mijn Verloop, teken verloop, is ook weer zoals daarnet. Ik heb x, ik heb f van x. Ik zet daar ook 0 in. 0, beeld van 0, bestaat niet. De functie daalt. En je ziet dat hier, he. daalt. En hier ook, hij begint boven en daalt. Dus twee pijltjes naar beneden. Uh, en dan schrijf je ook weer uh, symmetrisch. Uh, om of rond de oorsprong. Oké? Okay? Dus dat is weer identiek hetzelfde als daar straks. Maar je moet wel goed weten, als dus die C groter wordt, ja, dan teken ik die meer naar daar. En als die C kleiner wordt, ligt die meer onder die oorspronkelijke functie van 1 gedeeld door x. Oké? Okay? Dan, dan ons laatste geval. Dat gaat nu wel een klein beetje anders zijn. Uh, zie zo, Simon? Dan het laatste geval. Dat ga ik ook weer even tekenen. Voilà, ziezo. Uh, dus we hebben weer dus een getal gedeeld door x. Maar nu is die C negatief. Dat gaat dus een negatief getal zijn. En dan ga je wel zien dat dus jouw hyperbooltakken, ja, die gaan daar en daar liggen. Oké? Okay? Dus dat moet je wel niet vergeten. Oké. Okay, en dus weer op dezelfde manier. Stel dat dit nu mijn functie is, um, min 1 gedeeld door x, hè? een beetje die basisfunctie, Ja, dan gaat hieronder liggen iets dat kleiner is dan min 1. Uh, sorry, groter is dan min 1, korter naar die kant. Dus bijvoorbeeld min een tweede x. Oké? Okay? Ja? Ja, dat is dan eigenlijk groter, hè? min een tweede. Ja, en dan, wat ligt dan hier? Bijvoorbeeld dat zou kunnen zijn min 5 gedeeld door x. Akkoord? Dan moet je dan wel weten waar die liggen. Oké, okay. die uh, ja, moet dus altijd weer hetzelfde doen. Wat is nu dom f? Ja, dat is weer hetzelfde. Uh, dus die, functies, die functie die per boor komt nooit hier en nooit daar. Dus die is weer alle reële getallen, maar behalve 0. Het bereik van f is ook weer er, behalve 0. Uh, is er een nulwaarde? Gaat ja, die functie ergens door de x-as? Nee, geen. Uh, nu pas op. Tekentabel. Oké, okay. dan moet je wel even goed kijken. Tekentabel. Ik zet dus x en f van x erin. Oké. Okay. Dus als x0 is, ja, dan bestaat het beeld niet. Dat weten we. Maar um, dus stel. Dus aan deze kant, hè, kleiner dan 0, ja, dan is mijn beeld wel positief. Zie je dat? Dat zijn positieve i-waarden. Heb je dat gezien? Dus als mijn x hier voilà, voor de 0, hè, dus dat stuk hier, dan, zijn, dan is mijn beeld wel hier op deze as. En dat is positief. Dus dat hier gaat een plus zijn. Stomgekeerde is het omgekeerde van daarnet. Hè? Ja, en aan deze kant, hè, als mijn x hier positief wordt, dan zie je dat? Dan is mijn beeld hier negatief. Dat zijn die waarden. Oké, okay. min. Dus dat moet je wel goed um, in je oren knopen. En dan het verloop. Verloop, dat is dus weer stijgen of dalen. Ik maak meer. Weer zo'n uh, schematje. Als het nul is, bestaat die niet. En nu even kijken. Dus van hier, kijk eens. Brrr, die gaan naar boven, hè. stijgt. En van hier ook, hè. Brrr, stijgt. Dus stijgen. Stijgen. Maar weer symmetrie om de oorsprong. En dat kan je er zelf bij schrijven. Dus niet vergeten, Simon. Als je dus, als de leerkracht vraagt. Bespreek de functie. Wat moet je dan doen? Uh, je moet waarschijnlijk um, een grafiek tekenen. Dus een hyperbool de naam erbij zetten: het domein, het bereik, de nulwaarde, tekentabel, verloop. Um, en soms moet je ook een waardentabel weet je wat dat is, een waardentabel dat je zo, je schrijft een x en je zet daar de waarde y bij bijvoorbeeld als x 1 is, is y dit als x 2 is, is i dit en je moet die waarden, ja, je moet dat gewoon daarin vullen hè. stel hier, x is 1 ja, dan is um, de waarde c gedeeld door 1 gewoon c Snap je? Oké, okay, dus uh, dat hangt er dan vanaf welke functie je neemt. Maar dan moet je echt dat gewoon erin stoppen en dan vind je die verschillende waarden. Als je dat niet meer kan, Simon, mag je me dat vragen. Um, en soms moet je ook, uh, denk ik, het, um, het, het functievoorschrift verwoorden. Uh, maar dan moet je een beetje kijken in de oefeningen. Dat hangt er een beetje van. En ik weet echt niet, Simon, welke oefening je moet kennen. Je had mij gezegd dat je dat ging vragen aan een van jouw klasmaten, maar ik heb daar nog geen antwoord van. Oké? Okay? Het enige wat ik dan nog ga doen, Simon, is één oefening, gewoon om je te laten zien hoe het functioneert. En dan daarna wacht ik op jou om te zien welke oefeningen je moet kennen. Oké, okay, Simon. Dus hier, je hebt een zwembad met 96 kubieke meter water. En je moet dat zwembad leegpompen. En één pomp kan 800 liter per uur uh, leegpompen. Leeg pompen. En dus um, we gaan dan moeten zien hoeveel tijd het gaat nemen om een heel zwembad leeg te pompen. Nu wat ik eerst zou doen, dat is wel die 96 kubieke meter omzetten in uh, kubieke in uh, liter, hè, want we zitten hier met liter. En je moet dus weten, één liter is gelijk aan een kubieke decimeter. Ja, dat is zo precies zo'n blok van 10 op 10 centimeter. Oké, okay. zo zitten er 1000 in een kubieke meter. Dus ik heb al 1000 liter. Dus ik kan zo zitten, duizend liter is gelijk aan 1 kubieke meter. En dat is dus maal 96, dan heb ik, dus mijn zwembad is 96.000 liter. Dat is mijn zwembad. En één pomp kan 800 liter per uur pompen. Oké, okay, wat vraag is dan? Maak een waardentabel die het verband weergeeft tussen de pompcapaciteit en de tijd om een volledig zwembad leeg te pompen. Dus we gaan dat de naam geven. Hè? Dus we gaan zeggen uh, P is de pompcapaciteit. Ja, dus dat is hier 800 gaan we zeggen. Pompcapaciteit. En wat is het andere? Uh, en de tijd om het zwembad volledig leeg te pompen. Dus um, de tijd volgens de pompcapaciteit. Huh? Dus dat is eigenlijk tijd om volledig zwembad leeg te pompen. Oké? Okay? Voilà. En we gaan daar dus een uh, ja, we gaan daar zo'n schemaatje van opstellen, hè? een waardetabel. Voilà. En hier hebben we dus de tijd om het zwembad volledig leeg te pompen. Stel dat onze pompcapaciteit 800 is. Oké. Okay. Hoeveel tijd gaat het dan in beslag nemen om heel dat zwembad leeg te pompen? Ja, dat is dat gedeeld door 800. Ik hoop dat je dat hebt gezien, Simon. Dat gaat dus zijn. Ja, 96.000 gedeeld door 800, hè, want per uur 800 liter. En hoeveel tijd is dat dan? Uh, dat is dus 120 uur. Oké. Okay. Stel nu dat ik twee pompen heb. Hè? Dus ik heb het dubbele aan pompcapaciteit. Ja, je kan dat dan zo al zien. Ja, dat gaat dan 60 zijn. Hè? Je kan het weer eens uitrekenen. Je kan dan doen... 96.000 gedeeld door 1.600, maar als je dubbele capaciteit hebt, ja, dan ga je dubbel, dubbel zo weinig tijd nodig hebben, of half zo weinig tijd nodig hebben, oké? Okay? Dus dat gaat 60 zijn. Maar ik heb daar eigenlijk voor gedaan 96.000 gedeeld door 1.600. Stel dat ik drie pompen heb, uh, 3 x 8, dan heb ik uh, 2.400 pompcapaciteit. En dan gaat dat dus zijn 96.000 gedeeld door eh, 2.400. En dan is mijn pompcapaciteit, enfin, de tijd, sorry, dat het gaat innemen, maar 40. Oké? Okay? En um, wat vragen ze nu? Um, ja, nee, ze vragen die waardetabel, dus ik kan nog eentje verder doen. Stel dat ik vier pompen heb. Huh? 3200, dan gaat dat zijn 96.000 gedeeld door 3200 en dat is dan gelijk aan 30. Oké, okay, um, dat heb ik al gedaan. Dan ten tweede vragen ze: geef een functievoorschrift van de tijd in functie van de capaciteit van de pomp. Dus de tijd, huh? ik moet dat hier. In functie van dat schrijven. Dat wil je schrijven, ik ga ze ik zeggen, ik ga schrijven. Voilà, de tijd is gelijk aan ja, het totaal aantal liters gedeeld door de pompcapaciteit. Afhankelijk van wat mijn capaciteit is. Eén pomp 800, Twee pompen 1600. Dus dat hier is het functievoorschrift. Okay? En je ziet dat dat weer lijkt op die functies die we besproken hebben, hè, Simon? Oké, okay, en dan het laatste vraagje, en dan zijn we klaar. Hoeveel pompen zijn er nodig om alles in één dag te doen? Hoeveel pompen heb je nodig om alles in één dag te doen? Ja, één dag is 24 uur. Maar wij zaten nog maar aan 30 uur. Dus we gaan hier nog een beetje verder doen. Um, stel dat ik hier nog een extra pomp heb, vijf pompen heb. Dan doe ik dit. 96.000 gedeeld door voilà, 40.000. Wat heb ik dan? Dan heb ik 24 uur. Oké, okay? dus dit gaat het juiste zijn. Hoeveel pompen zijn dat? 40.000, ja, dat zijn dus vijf pompen van 800. Dus het antwoord gaat zijn: uh, Ik heb vijf pompen nodig om uh, het. Het zwembad in 24 uur leeg te pompen. Oké, okay, Simon, ik hoop dat je zo een beetje een ideetje hebt. Normaal gezien, als je dit allemaal hebt bekeken, um, dan moet het wel lukken. Maar ik hoop toch dat je, want je hebt gezegd dat je er maar een uur aan gewerkt hebt, dat je toch van je klasgenoten um, ja, gaat weten welke oefeningen jullie in de klas hebben gemaakt of welke oefening. Oké, okay, Simon, wel, voilà. blijf mijn koffie, koffie verder drinken. En ik hoor het wel. Tot binnenkort. Dag.